هذا ابراهيم واي واي يو اخت مانا واي واي بوسي في بيتاج واي واي عكتي بيتاج واي واي نخيتي بيتاج واي واي خين بيتاج فور واي واي ينوي خندور واي واي برايم برايم Spices of Marrakesh, the master in spices. Het juiste adres voor alle heerlijke unieke smaken en kruidenmixen. Onze kruiden worden door onszelf geproduceerd in onze eigen fabriek. Bestel nu eenvoudig via onze webshop, spicesofmarrakesh.nl. Of bezoek een van onze vestigingen. Voor groothandelsaanvragen kunt u contact opnemen. Jawel mensen, hier zijn we met Bob Gerisa. Jawel mensen, hier zijn we weer met een gloednieuwe video, dames en heren. Jullie denken waarschijnlijk, wat gaan ze vandaag doen? Ja, maar dat ga ik nog niet vertellen, want eerst moeten jullie abonneren. Of niet? Ja. Toch? Ja. Ze moeten abonneren, want dan zien ze hele leuke... Video's, ja natuurlijk. Vertel jij eens even aan de mensen wat wij vandaag gaan doen. Vertel het eens. We gaan naar de studio? Nee, dat meen je niet, Bilal. Ja. En wat ga jij in de muziekstudio doen? We gaan zo'n zwaar. Wat? Zingen. Ga jij zingen? Ja. Bilal heeft een liedje gemaakt met... Ai. Ja. En Bilal heeft een liedje gemaakt met... Dindin. Ja, hi dames en heren. En Bilal heeft ook een liedje gemaakt met... Brein! Ja! Brein! Ja, natuurlijk. Ja, maar joh. Maar. En vandaag, dames en heren, krijg ik een telefoontje van iemand. Oh! Met wie ga jij een liedje maken straks? Met Bilal! Huh? Maar jij heet toch Bilal? Eén Bilal of twee Bilals? Twee Bilals? Meen je dat nou? Oh, en weet je wie die andere Bilal is? Wahib! Zeg eens Wahib? Wahib. Ja, Wahib. Bilal Wahib. Je hebt Bilal Lakhal. En Bilal Wahid. Nee, geen Wahid. In ieder geval, wij gaan nu richting Bilal. En wij gaan een dikke nummertje maken. Hoop ik, denk ik. Sophia, niet doen. Sophia, niet doen. Wij zijn echte. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... Liefde. En wij zeggen altijd... Dat is even tijd. Positiviteit. Arrivederci. Oké, dames en heren. Ik ben hier aangekomen. Mijn Bilal die is al binnen. Ik ben benieuwd wat deze man aan het doen is. Wat is deze man aan het doen, hè? Wat doe je, Bilal? Bilal, wat doe je, Asabi? Gekke promotie voor Dyson. Jalla, zing. Je begint nu al. Khadija, baby. Khadija, baby. Hey. Khadija, baby. Alles goed zijn. Lekker, man. Rustig. Lekker, man. Ga een leuke dagje van maken, toch? Positieve vibes. Chillen. Bilal gaat lekker voor ons zingen vandaag. Ja, toch? Ik heb er zin in. Ik ga... Gruwelijk, man. Dit wordt een Bilal featuring... Bilal. En we niet te vergeten onze Benny. Ja. Maar achter de knoppen vandaag. Ja, toch. We gaan even eerst een paar beatjes even luisteren. Kijken wat Bilal leuk vindt. En dan mag je gelijk achter de mic staan, bro. Kijk hem eens staan dan, even. Je strijden. Hij staat hier van, bro, dat doe ik elke dag, bro. Geen stress. Ik fix het gewoon. Licht voor je licht staan aan. Ja, ik zie zo. Ja, we moeten even zien. Wat gaat er gebeuren, hè? Hé, maar het is wel gruwelijk hier, man. Oh. Ja. Ja, en jij wel. Kom. Ik kom maar even. Ja. Kunnen zo, dan gaan we maar naar de wc, stinkert. Deze jongen. Bilal. Hallo. Ze gaan beginnen, hè? Hallo. Ja, schiet op! Kom hier! Lekker. Oké. Ik ga lijken dat je warm, jongen.
Maar hij is heel goed met Khadija dus. Met je vrouw. Hij is verliefd op mijn vrouw, man. Ja? Ja, man. Je verliefd op Khadija? Ja? Jij moet zeggen. Nee. Ja, dat is goed. Zie je? Ons kon je, ga die jas. Ja, dat kon je, baby. Ja, ons kon je. Hey, hey. Snel voordat hij zich bedenkt. Ja, toch? Kom. Khadija, baby. Harder. Doe maar harder. Echt? Ja, doe maar harder. Hé, bro, het staat echt hard, hè. Khadija, baby. Kijk die auto-tune er al voor. Kijk die wat harder klinkt. Khadija, baby. Khadija, baby. Khadija, baby. Wow, Khadija. Hard, man. Dat is te hard. Wacht. Oké, nu gaan we even een tekst verzinnen, toch? Ja, laat hem eerst een flowtje erop gooien. Khadija baby? Ja, laat dat hem... Dat kan gewoon, hè? Ja, Khadija baby. Echt? Ja, ja, kan gewoon. Khadija baby, Khadija baby, Khadija baby, Khadija baby, Khadija baby. Hij houdt van je, man, Khadija, man. Hij houdt van je, Khadija, man. Het is real love, dit, man. Hey, zou je iets voor me kunnen doen? Zou je precies ook doen wat hij doet? Ja. Ook kunnen zingen? Ja. En dan zet ik het even onder elkaar en dan ga je eventjes wat fixen, ja? Wacht, laat mij nu één keer. Kan je hier staan? Ja, even 2 seconden. Ik moet even één ding doen, dan mag jij weer. En vloom precies met die 2 woorden. Dus... Khadija, baby. Of zoiets, hè? Hoor ik daar nou gekke stem? Nee, man, dat was ik niet, man. Dat was ik niet, man. Khadija, baby. Khadija, baby. Khadija, baby. Khadija, baby. Yes. Khadija, baby. Khadija, baby. Khadija. Khadija, baby. Khadija, baby. Khadija, baby. Khadija baby. Khadija baby. I am niet om. I am bluffing off. Niet zeuten. Ryan, blijf af. Wat zegt die Prime? Sophia, Ryan, blijf af. Oh. Zeg maar boos, je weet toch? Dus dit is een beetje onze thuissituatie. Ja, ja, ja. Maar voor de kinderen, ja. Klein baby. Wil je een stakje chips? Rambo. Hey, nee. Oh. Gaat hier voor je stuiteren, man. Kijk dan. Maar hoeveel streams zit je nou met die vergeten dan? Met vergeten? Ja. Ja, 8,8,6 miljoen. Nee, joh. Maar nu zit die al op 12 miljoen of zo. Meen je dat nou? Ja, man. En die... Deze 8,6 en dan boven 17,2. Maar die staat nu ook al... 21 miljoen of zo? 22 miljoen? En Tigers is het beste. Maar wat is dan met Tigers? Wat is daar zeg maar het geheim van, denk je dan? Ik wist gewoon dat hij in je hoofd, man, blijft hangen. Ja, dat, ik denk Tiger... dat, man. Ja, ik ben met die Tigers. Ja, ja. Ja, maar ik denk dat, man. Want op TikTok is die viraal gegaan, Insta, overal. Man, overal. Dus... Ja, nu staat hij op 22 miljoen. Vraag me niet hoe. Ik weet toch meer. Dus eigenlijk, als je zo... soms denk ik, zit zo in mijn bed, denk ik. Het is meer dan heel Nederland. Even mijn nummer gecheckt en misschien zelfs 2 keer. Je weet toch? Ziek, man. Ja, het is wel lijp, man. Het is wel lijp. Maar je tactiek heeft wel gewerkt. Dus eerst een beetje op de film gebeuren. Snap je? Ja, dat is. Maar zo heb ik niet gedacht eigenlijk in het begin. Ik wilde eerst zingen en dan wilde ik daarna acteren. Ja. En het is verkeerd, het is omgedraaid. Maar het is leuk, want nu heb ik al een soort fanbase gecreëerd. Dus alle mensen die naar mijn films kijken, luisteren dan ook gelijk naar mijn muziek. Toch? Dus dat is wel top. En hoe het loopt, is gewoon allemaal, ja, man. Alhamdulillah, man. En waar, zeg maar, zonder anderen tekort te doen, waar ben je het meest trots op? Dat je denkt van, dat is wel ziek. Ja, Tigers, man. Ja? Alsof we muziek hebben, Tigers. Dat is ook mijn eerste nummer die ik helemaal zelf heb geschreven. Ja. Alles. En
En het ging best snel, man. We zaten 2 uur in de studio, was hij klaar. 2 uur met beat maken en zo. Dus ik heb zelf eigenlijk maar 3 kwartier echt opgenomen. Dus kijk, hey, die andere moet je natuurlijk niet kort doen. Maar, hey, maar als ik kijk naar mijn beste nummer, ja, dan is dat Video Fix. Ja? Beste. Ja, man. Die vind ik qua zang wel mijn beste. Van mij, bij mijn gedeelte. Ja. Busy kan natuurlijk niet zingen, maar ja, dat ik. Ik denk toch dat ik voor Vergeten kies, man. Ja? Ik denk het wel, ja? Man. Ja. Ja, maar Vergeten is ook heel nice. Maar ja, kijk, Vergeten. Alsof er een verhaal achter zit, ja, of je weet maar toch? Er zit ook wel echt een verhaal achter, denk ik. Dat denk ik. Ja, dat denk ik. Vond het juist zo leuk om dit nummer te springen, omdat het over een meisje ging. Snap je? Ja. Of het nou mensen zeggen, het gaat over Selma of zo. Ik weet, dat boeit me allemaal niet. Maar ik wil niet echt op zo'n nummer of zo. Ja. Of iets anders, daar ga ik niet echt lekker op. En toen dacht ik, oh, hij heeft ook een love pokoe op zijn album. En toen checkte hij mij en toen hoorde ik, dacht ik eerst van, wat voor muziek gaat het zijn? Toen luisterde ik het. Toen dacht ik, ja man, dit is wel vet. Je komt rap, maar toch nog over een meisje zo. Je weet toch, dat vind ik benaderd. En had hij jou benaderd? Of ja, dus toen gingen we naar zijn huis. Samen met Benny ook. Gingen we daar opnemen. Ja. 2 dagen opgenomen. Ja. Hij is op. Ja, bro. Moet ik opschieten, bro. Raboe. Raboe. Maar dan... En dan nu met Willen. Ja, dat is natuurlijk mijn piek. In mijn hele carrière. Ja, man. Maar wat vind jij ervan dat hij... Wat er nu gebeurt, ja. Wat er nu een beetje gebeurt. Ga die lang niet meer. Nee. Bilal. Bilal. Kijk hier, ga appen. Hij stuurt allemaal naar Khadija. Ze is er ook klaar mee. Dan reageert hij weer. Zeg maar, zij stuurt hem nu een bericht. Uh-huh. En hij luistert constant af. Ze zegt, ik hou van je, weet je wel. De hele dag gaat hij dat terugluisteren. Ja, dat is echt tof, man. Ik kijk nu ook zo'n serie, man. Down the Road. Ja. Hey, die mensen zijn puur, man. Ja, ik zweer het, man. En dat is echt hoog niveau. Dus, ja, man. Ja, dat is echt prachtig. Vind je ook dat je dat zo'n serie in Nederland moet komen, man? Ja, eigenlijk wel, hè? Ja, man. Nee. En ik moet die presentator zijn, broer. Ja. Samen met Wila komt ook mee. Gaan we gewoon... En naar Zuid-Afrika of zo, jee, dat zou echt tof zijn. Ja, zou dat, ja, wel, nee. Dat zou ik echt tof vinden. Iemand vroeg mij ook, ken je man, die zangeres? Ja. Die zei tegen mij, we moeten dit samen presenteren, Nederlandse versie. Ik zeg, als het komt, komt het, man. Ik ben daar, ik ben in. Ik denk ook met jouw humor, met jouw manier van enthousiasme. Ja, ik ben gewoon heel goed met kinderen ook, man. Gewoon mensen, gewoon, ik ben heel sociaal. Ja. Dus ik kan gewoon met iedereen gewoon chillen. Toch? Ik vind dat wel echt vet. Dat vond ik echt een mooie serie en het ontroerde me ook, weet je. Dat vond ik wel echt leuk. En wat ontroert jou dan? Khalija, baby. Nee, bijvoorbeeld dan krijg je een vraag van... Sommigen weten gewoon niet dat ze down hebben. Die denken dat ze zijn normaal, toch? Ja. En die mogen niet samenwonen. Sommige dingen kan je gewoon niet. En de begrijpen zijn niet waarom ze dat niet mogen, snap je? En ze zijn gewoon puur, man. Eentje heeft pijn, ze komen allemaal naar elkaar. Ja. Eentje vertelde over haar vriendjes overleden. Door Down ook. Hij heeft wat, ik weet niet, hij heeft iets. Baby. En iedereen begint te huilen. Je weet toch? Terwijl, ja. Ze zijn niet eens, echt. Ze zijn niet, hij is dood of zo. Dus ik begon daar naartoe te gaan. Iedereen begint te huilen. Zo. Ik denk van, hey, dat zijn echt pure mensen, man. Draag, echt mooi, man. Klopt. Meestal nummers, dan wil je gewoon dat je training gaat. Dat je weet toch? Oh, zo. Maar met Bilal, denk ik, weet ik niet. Hoe zie jij het eigenlijk? Ik kijk er sowieso nooit zo ernaar. Want tenminste, ik ben met Tykes echt binnengekomen. Toen keek ik op de Spotify. Er waren dus zoveel mensen aan het luisteren. Toen dacht ik van, oh, dit is normaal. En nu bij andere nummers gaat het wat minder snel, want dit was echt een hit, je weet toch? En nu denk ik wel meer van, die cijfers zijn eigenlijk niks, man. Je moet gewoon meer kijken naar of je goed voelt bij het nummer, man. En dan komt het wel, man. En dit gaat sowieso goed gaan. Dat weet ik 1000% zeker, man. Ja, man. Ik heb er vertrouwen in, man. Dat komt sowieso hard, man. Ja, man. Sowieso. En ik vind het gewoon leuk dat hij het heel leuk vindt. Hij is wel meteen oké met jou. Ja. Kom ja, want toen zei Bilal en Bilal, toen was Bilal en zo. De muziekstudio helpt altijd. Hey, y'all.
toch ziek, man. Elke wallah denken, wat gaan ze doen? Hoe? Maar wallah, ze fixen het gewoon. Ja, man. Dit is niet dat mag niet, man, jongens. Nu die gewoon sowieso om alles wat hij heeft gedaan. Ja? Ryan Sofia. Ryan Sofia, gaan we ook erin doen straks. Ja? Ja, komt goed. Met, stoppen. Stoppen? Ja. Met wat moeten ze stoppen? Ryan Sofia. Met wat? Met wat moeten ze stoppen? Ryan Sofia. Oké. Dat zegt hij toch? Hoor je niet wat hij zegt? Bro. Ja man, we moeten eventjes zijn vers schrijven. Ja, laten we dat gelijk doen. Of jij moet zijn vers schrijven. Kan ook. Ja? Ja. En dan gaan we iets flippen, man. We gaan gewoon met makkelijke woorden, zodat hij hopelijk... Maar dat is echt moeilijk wat jullie vragen, hè? Ja, ja, maar dat ik ben echt moeilijk, maar we gaan eruit komen, toch? Ja? We gaan eruit komen. Sowieso komen we eruit. Oké, ik ben benieuwd. We gaan gewoon even een beetje freestylen. Ik weet niet, hoor. Zeg jij. Jij. Jij, zie je? Juist, dat is hem. Jij bent. Jij bent. Van. Bilal. Ja, ja, maar we praten over Khadija, toch? Dus Khadija hebben we aan in de intro. Khadija, baby. Toch? Die hebben we al. En nu zeg je, jij bent... Bilal. Nee. Oké, kijk. Waar? Oké, waar? Alleen van mij. Alleen van mij. Khadija. Alleen. Nee, niet Khadija. Alleen van mij. Doe dat? Khadija. Mij. Alleen liefde. Doe dat? Alleen liefde. Jij bent van mij. Jij bent van mij. Jij. Je moet zeggen jij, niet Khadija, jij. Ja. Alleen van mij. Alleen van mij. Alleen van mij. Alleen van mij. Nog een keer. Alleen van mij. Ja. Alleen van mij. Ja. Alleen van mij. Ja. Alleen hij niet. Alleen kon niet. Blijf boys. Laten we kijken wat hij heeft, hè? Alleen maar voor mij. Ja toch? Je kan het wel. Why why? Why why? Why why? Why why? Like baby. Red Bull. Mag het? Red Bull? Ja. Niet naar mij vragen. Naar hem vragen. Mag het? Wat? Red Bull. Kom je eruit, jongen? Ik denk dat jij best wel... je bent al druk genoeg. Red Bull. Wat zou jij niet doen als het jouw kind was? Wat zeg je? Wat zou jij doen als het jouw kind was? Red Bull? Ja. Hij is 20. Wat ben jij? Ik ben 21. Drink jij wel eens Red Bull? Ik drink wel Red Bull. Besef je, dit scheelt mij een jaartje. Een jaartje. Holla, daar is de koelkast, bro. Ja, la, goed, bismillah. Ja, hij is wel die blauwe. Hey, hij is kenner, bro. Oh, lekker, hè? Is goeie? Even de stem weer eventjes, juist. Ja. Kunnen we die niet in de bier gelijken? Nee, die bier over. Ik wil bij je zijn, want jij maakt me blij. Ik zag er in die 501. Ik dacht alleen maar that's baby. Misschien ben ik nu onbeleefd. Schatje, ik ben rude, maar mijn rude tegen je lief is aan. Ben on the low, maar ik zie wat je doet, babe. Undercover lover, breng het naar me toe, babe. Maar wil geen drama en geen infame. Zij, joh. Jij nog knuffel. Wat is dit? Dat is voor jou. Dit is voor mij. Heb je cadeautje voor mij? Wat is dit allemaal? Hij probeert om te komen. Hey, thanks man, broeder. Thanks man. Allemaal chocolaatjes. Zat toch bij jou aan de beurt, broer? Hey, love man. Ik zeg van love. Dit gaan we sowieso samen eten hier. Ja man. Deze heeft Bilal speciaal voor jou gepakt. Hola. Hij krijgt zijn eigen ding zaterdag. Oké, okay, kijk, dan zien we dat. Dit hier kan je thuis leggen en zo. Zaterdag krijgt hij zijn eigen pakket. Love. Love man, chocolaat. Ja, daar ben je wel van, hè? Ja, man. Even een chocolaatje. Ja man, chocolaat. Hij denkt zijn apparatuur.